Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de brandweer landelijk minder inzet heeft als het gaat om branden. Ja, ik denk dat Dordrecht, klopt inderdaad. Hè. Er is een landelijk beeld dat we inderdaad een beetje een dalende lijn hebben qua zeg maar, aantal incidenten, brandincidenten. Heeft vooral te maken met de OMS-meldingen die eigenlijk sinds 2013 in een dalende lijn zijn. En Dordrecht volgt daarin de landelijke trend. In 2011 is de brandweer een landelijk project gestart om de automatische brandmeldingen, ook wel OMS genoemd, terug te dringen. Het zogenaamde programma STOOM, het structureel terugdringen van onjuiste en onechte meldingen. En in samenwerking met bedrijven en instellingen zeg maar, is getracht om daar zorg voor te dragen dat steeds minder werd. En daar zien we nu langzamerhand de resultaten van. Ja, nou denk ik zo minder branden, minder uitdrukken, maar is dat ook zo? Minder uitdrukken is wel zo. Want het betekent toch wel dat je in de afgelopen jaren heb je iets van ongeveer, een reductie gehad op de onechte meldingen van 50%. Dus dat betekent, als je kijkt naar onze trend van uitdrukken, dan als je voor 2010 zaten we ongeveer nog als Dordrecht 1400-1500 uitdrukken. En dat daalt langzamerhand nu naar 800. Ondanks de daling van de uitdrukken worden de inzetten wel heftiger. Nou, er zijn niet meer ongelukken, maar wat je wel ziet, dat als er nu een uitdruk is, dan is het ook vaak wel een echte. Omdat juist die onechte en die onjuiste, die zijn ertussen uitgefilterd. En als je nu een melding krijgt, dan mag je wel even aannemen dat er ook wel iets aan de hand is. De brandweer in Dordrecht is in ieder geval voor elke inzet goed voorbereid. Ja, ik zou zeggen, kijk even om u heen. Wij zijn natuurlijk professionals. Ja. En wij proberen zoals iedere professional het juiste materiaal te hebben en te gebruiken bij ons werk. En kan ik met ja beantwoorden uw vraag. Dat er minder uitdrukken zijn, betekent niet dat de brandweeroefeningen minder worden. Het aantal inzetten kan namelijk niet van tevoren worden bepaald.